Dit is One More Thing, een podcast van MacOSX.nl. Ik zit hier in de auto met Jan David achter het stuur en Koen achter de camera. We zijn op weg naar Nieuwegein. En wat is er nu te doen in Nieuwegein? Daar is de Klokhuisdag bezig. En we gaan eens even op onderzoek uit wat daar allemaal te beleven is. Dames en heren, we zijn aangekomen bij het Nieuwegeinse Business Center, waar de Klokhuisdag plaatsvindt. En we gaan even kijken hoe het er aan toe gaat van binnen. Loop maar even mee. De wind verzamelt stemmen aan papier. Herfst en Nieuwegein. Een auto. Vanaf hier is alles wat het lijkt. De kaart waarop hij kijkt. De sneltram en het kruispunt en het zwembad. Hoe bevindt zich hier? Herfst en Nieuwegein. In alles wacht vandaag de Wat is precies het doel van de Klokhuisdag? Weet je, het is een Appledag. Het is geen Klokhuisdag. Klokhuisdag heb je waarschijnlijk bij de televisie voor de kinderen. Die overigens de naam genomen hebben van Klokhuis nadat wij al gesticht waren. Dus wij hebben de oudste recht op de naam. Maar het is Appledag. 4 Appledagen per jaar. En is het ontmoetingspunt voor alle donateurs. En ook voor mensen die belangstelling hebben om Mac-gebruiker te gaan worden. En we bestaan ongeveer 24 jaar nu. Dus we hebben al heel wat achter de rug. Het wordt gerund door vrijwilligers. En de bedoeling is om Mac-gebruikers met nog meer plezier van hun Mac gebruik te laten maken. En in de vroegere tijd was het 1 of 4 keer per jaar, de Appledag, was het moment waarop je allerlei kabeltjes kocht. Vroeger allerlei voor netwerken. En je kocht nieuwe diskettes die we toen gebruikten en floppies in het begin. En ja, zo oud zijn we al. En je kocht hier al je snoertjes en inkt en papier. En langzamerhand heeft het internet dat overgenomen. En er zijn natuurlijk ook heel veel Apple-centra zijn er gesticht. En de mensen komen nu niet meer direct naar de Appledag om allerlei dingen te kopen. Maar vooral om elkaar te ontmoeten. Om hardwareproblemen door onze hardwarehoek te laten nakijken. Door aan het helpdesk hier achter mij vragen te stellen. We hebben vroeger begonnen met macOS 8 geloof ik en 9. En nu is het nog Panther en volgende Appledag is het Tijger. Nu is het Panther nog. Dus... Ja, het is nu nog Panther, want we eilen een beetje na. Want weet je, we moeten zelf ook eerst Tijger helemaal in de vingers hebben om een cursus te kunnen schrijven. En we geven die cursus dan nu nog voor beginners. Van mensen die zelfs nog niet weten hoe je dubbelklikt of command klikt. En dat wordt allemaal geleerd en onderwezen. En boven is een zaal, daar staan G5's waar mensen op mogen leren. Maar je voelt dus wel een beetje de hete adem van internet en de informatievoorziening van internet in je nek. Nee, wij voelen helemaal geen hele, maar we hebben ook geen, ook in het land hebben we ook geen concurrentie. MacFan is een prachtig blad, desondanks geven wij toch ook een eigen magazine uit 4 keer per jaar. Dat is een hele bevalling, maar dat bevat toch een andere informatie dan glossy bladeren. En iemand die alles wil weten moet en MacFan nemen en donateur voor Klokhuis worden. We gaan nu op zoek naar iets dat net zo oud is als de bezoekers van deze beurs. En dat is namelijk de Newton datakabel. Die moeten we hebben. We gaan op zoek. Mag ik het vragen? Weet u misschien de datakabel voor de Newton? Heeft u die in voorraad? Nee, die heb ik niet.
I'm looking for a data cable for the Newton, the Apple Newton. No, I don't have it. No. You don't have it. Meneer, mag ik u een korte vraag stellen? Ik zie dat u een hele hoop kabels verkoopt. Heet ook de datakabel van de Newton? Nee. Mag ik iets vragen? Ik zie hier twee Newtons liggen. Ik ben op zoek naar een datakabel voor de Newton. Heeft u die? Datakabel voor de Newton? Ja. Nee, hebben wij niet. Maar u bent de specialist in Newtons, zie ik. Weet u waar we ze kunnen krijgen? Want we zijn er echt op zoek naar. Datakabels voor de Newton. Ik heb wel verbindingskabels van de Newton naar je computer. Maar die heeft u niet liggen, ja. Dat is de seriële kabel, is dat? Ja. Maar dat is niet de datakabel. Nee. Nou, we zoeken verder. Dank u wel. Oké. We hebben hier een bezoeker van de Appledag. We hebben zojuist geleerd dat het de Appledag is, niet de Klokhuisdag. Je hebt je eigen karretje meegenomen. Waarom? Nee, die heb ik daar meegenomen. Die heb ik geleend. Wat ga je er allemaal mee vervoeren? Ik heb er 4 Macjes mee in mijn achterbak. En die heb je hier gekocht? Die heb ik hier gekocht, ja. Ja. En wat voor Macjes zijn dat? Het zijn een 7200, een Performa 630. En nog 2 andere, een Workgroup server, 7200. En het zijn classic Macjes. Voor de lijst. En wat heb je thuis nog meer staan? Het zijn nummer 66. En nummer 64 tot 66 zijn het. Je wil helemaal compleet raken. Nou, ik vind het wel leuk om een aantal mooie dingen te hebben. En waar staat het? In je slaapkamer? Dat is 68, want er is een PowerBook 100 ook bijgekomen. Dus nee, niet in mijn slaapkamer. Heb je al het datakabeltje voor de Newton? Nee, heb ik niet. Wake from your sleep. The drying of your tears. Denkt u dat u loskomt vandaag? Nou, dat geloof ik niet. Als ik het aantal bezoekers bekijk, dan vrees ik dat we weer veel mee terug moeten nemen. Is het wel eens beter geweest met het bezoekersaantal op de Appledag? Ja, zeker weten. Heeft u het gevoel dat het druk is of dat het iets minder druk is? Niet druk. Het is niet druk, zeker niet. Anders normaal gesproken met de lunchperiode moet hier een rij staan dat het druk is. Maar je ziet het zelf, je hebt tijd om iets op te nemen. Oh hell breaks loose. Goedemiddag, mag ik u wat vragen? Ik mag best wat vragen. Ik weet niet of ik iets interessants te vertellen heb. Nou, dat denk ik wel. U bent hier op de Appledag aanwezig. Ja, dat klopt. Wat hoopt u hier te vinden? Ik kijk gewoon rond of ik... Ik heb gewoon wat los spul gekocht. Wat dvd'tjes, wat doosjes. Maar geen nieuwe Apples in de... Nee, daar ben ik voorlopig nog niet aan toe. Wat vindt u van de sfeer hier op de Appledag? Het is op zich wel, vandaag vind ik het rustig. Het is, ik mis eigenlijk een heleboel dingen. Ik was eigenlijk hier ook net gegaan om spelletjes te kopen. Tenminste, dat was wel de verwachting om spelletjes te kunnen kopen. En die ben ik dus eigenlijk helemaal niet tegengekomen. Dat vind ik jammer. Als proef op de som om te kijken wat voor soort volk er naar de Appledag van de Klokhuisstichting komt, gaan we eens vragen of ze weten wat podcast eigenlijk is. Hallo, mag ik iets vragen? Ja. Weet je wat een podcast is? Nee, ik heb geen idee. Weet je misschien wat podcasts zijn? Nee. Weten jullie wat podcasts zijn? Nee, maar dan ga je maar even uitleggen natuurlijk. Weet je wat podcasts zijn? Geen idee. U bent wel Mac gebruiker? Ja. Mag ik vragen wat voor Mac u heeft? Oh, dat weet ik niet. Ik wil weten of u weet wat een podcast is. Nee. Weet u wat een podcast is? Een podcast. Nee, weet ik niet. Hallo, mag ik iets vragen aan je? Ja. Weet je wat een podcast is? Ja, dat is gewoon een radioafzending die op die in de iTunes Music Store staat en op je iPod te zetten. Ja, moet je niet in de Music Store, maar ja.
Goed, Jan David, we zijn vanmiddag bij de Klokhuisdag geweest van de... Lucas, het is de Appeldag van de Stichting Klokhuis. Goed, Appeldag van de Stichting Klokhuis. Wat vond je er eigenlijk van de Appeldag? Nou, het is volgens mij de ideale dag voor een beginnend Mac-gebruiker als mijn moeder. Ja, ik moet je gelijk geven, want de gemiddelde leeftijd was tot mijn spijt zo'n 55 à 60, 65 plus. Dus ideaal voor je moeder om daar al haar informatie te halen. Ja, er waren wel wat jonge kinderen, maar die waren dan meestal met opa en of oma, nou vooral met opa op pad. Dus dat was niet echt dat ze daar uit eigen vrije wil naartoe gingen. Nee. Wat me trouwens ook nog erg opviel, het bestaat uit allemaal stands, de hal. Eén stand was van Apple zelf, maar het viel me op dat die helemaal niet opviel. Wat is per daar een verklaring voor, want ik snap dat niet helemaal. Je zou zeggen, Apple die pakt uit op een Apple-dag. Nou, ik denk dat dat gewoon strategie is. Dat ze niet hun identiteit willen ontlenen aan de aanwezigheid op zo'n dag, maar dat ze zich toch wel moreel verplicht voelen om de oudste gebruikersclub die er is in Nederland, om daarbij aanwezig te zijn. Dus het is vergelijkbaar met Adidas, die in de V&D een hele simpele display heeft. En in de Bijenkorf flink uitpakt, omdat de Bijenkorf beter bij het imago past. Maar is dat niet een beetje lullig ten opzichte van de Apple-beurs? Dat je een beetje tempert? Ja, maar goed, je ziet ook dat er steeds minder partijen aanwezig zijn. Hè. Je kan printercartridges kopen en dvd-hoesjes en dan gaat het er ongeveer mee op. Naast alle oude appeltjes die te koop worden gezet. Maar de moderne winkels zijn er niet. Ja. Dus. Goed, wat mogen we concluderend zeggen? Wat vinden we ervan? Nou, het is toch wel duidelijk dat Apple of dat de dag last heeft van internet. En misschien kan je wel concluderen dat op het moment dat je macOSX.nl kunt vinden, dat je de Appledag en Stichting Klokhuis niet meer nodig hebt. Dit was One More Thing nummer 9, podcast van macOSX.nl. Heb je vragen, opmerkingen of commentaar, dan kun je het altijd mailen naar podcast@macOSX.nl. Mijn naam is Lucas. Mijn naam is Jan David. Mijn naam is Koen. En tot de volgende keer.